Mijn naam is Jan Wekema. Ik heb mij verkiesbaar gesteld van de PVV in Oude Pekela als gemeentevertegenwoordiger. Maar door omstandigheden en omdat ik dus lid ben van een tussen aanhalingstekens OMG, kon ik dus niet doen wat ik graag zou willen. Want er zijn bepaalde personen geweest die mij dus die mijn gegevens eigenlijk doorgestuurd hebben naar de Telegraaf met foto's en dat die er zo bovenop zijn gedoken om mij in de PVV in een kwaad daglicht te zetten via de media. Dat is eigenlijk echt wat er dus gebeurd is. Niet alleen de Telegraaf, maar in het RTV Noord, het AD, de Pauw, NOS, RTL Nieuws. Zelfs in een Engelse krant, daar ben ik in voorgekomen. Dus en dan ook nog radio en gesprekken. Jan Wekema heeft zich teruggetrokken als kandidaat raadslid voor de PVV in Pekela. Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat Wekema aspirant lid is van motoclub Black Sheep. We hebben Wekema om een reactie gevraagd, maar hij wil geen commentaar geven. Wie wel wil reageren is Tom van Kesteren, fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten. Goedemiddag, meneer van Kesteren. Goedemiddag. Is het zijn eigen beslissing of heeft u hem gedwongen? Nee hoor, hij heeft mij vanmorgen gebeld en zegt van nou, ik wil niet dat de PVV daardoor last ondervindt en ik trek me terug. Nou, vind ik heel jammer, omdat een integere vent is. En ik vind de kop van RTV Noord, motorbendelid, ik vind dat zeer tendentieus. En ik vind het ook jammer dat er op die manier wordt gebracht. Volgens mij is de kop inmiddels aangepast, meneer Van Kesteren. Waarom heeft omdat u het zo jammer vindt, hem niet geprobeerd op andere gedachten te brengen? Nee hoor, omdat wij een hele duidelijke selectieprocedure hebben. Kijk, een aspirantlid van een motorclub die graag op zijn motor rijdt en ook allerlei evenementen organiseert voor gehandicapte kinderen. Dat is voor mij een teken dat iemand goed in de samenleving staat en een heel goed gemeenteraadslid kan zijn. En dat is ook de overweging geweest. Ik vind het nog steeds jammer hoor, want het is een goede vent. Maar nogmaals, dan kunt u toch zeggen van nou, dat maakt niet uit, meneer Wekema, doe gewoon mee. Ja, goed, maar als het in het nieuws komt en je belast daar de partij mee en hij vindt dat zelf en hij belt mij daarover, nou, dan moet ik dat accepteren. En dat is niet anders. Nee, dat is de PVV ook altijd de dupe van, vind ik. En dat vind ik gewoon jammer, want het doet geen recht aan een hele goede club mensen die op constructieve wijze en zeer enthousiast bezig zijn met de voorbereidingen om in de gemeenteraad op een positieve wijze hun bijdrage te leveren. Ja, tijdens uw zoektocht naar kandidaten zei u dat u ging voor een zorgvuldige selectie. Hoe is dit dan toch kunnen gebeuren? Ja, maar wat is er nou gebeurd dan in feite? Er is negatief nieuws over een aspirantlid van een motorclub die graag in toert met zijn motor en dat in clubverband graag wil doen. En dan wordt er in de media wordt gezegd motorbendelid en dat soort zaken. Ja, de politie zegt ook, het is wel degelijk een outlaw motorbende, meneer Van Kesteren. Die sympathiseert met de Hells Angels en andere motorbendes. Nee. Nou ja, dat zegt de politie. In 2015, het is net in 2017 is er ook een rapport verschenen. En daarin wordt deze motorclub volledig vrijgepleit van alle blazoen. En ik vind dat moet je, als je dan toch nieuws meldt, dan moet je ook volledig zijn. En dan moet je niet naar een rapport kijken van 2015. Nee, nou, maar goed, het is nogmaals, meneer Van Kesteren, volgens mij slechte imago. En als dan een politicus van de PVV dat daar is helder aspirant lid is, ja, dan is de PVV wordt dan gelijkgeschakeld met fout. Ja. Ja, ik bestrijd dat. En onze selectieprocedure is heel zorgvuldig geweest. En we hebben mensen afgewezen omdat er maar iets van de lat ligt bij de PVV heel hoog. Nou ja, meneer Van Kesteren, die actief worden voor het is de PVV, niet voor het eerst dat dit gebeurt. Dat een PVV-politicus in opspraak raakt. Hoe kan dat toch steeds? Dat valt heel erg mee. Wat is integriteit? Is de minister-president integer? Is die minister van Buitenlandse Zaken integer? Volgens mij kunt u mij gewoon direct antwoord geven op mijn vraag. Zijn burgemeesters integer? Zo kun je wel doorgaan. En een stok is altijd gevonden. En ik weet dat mensen die voor de PVV actief zijn in Pekela en Delfzijl, dat integere mensen zijn. En dat ik daar alle vertrouwen in heb dat die op constructieve wijze en op positieve wijze
straks hun deelname aan de gemeenteraad zullen vormgeven. Laatste vraag die ik misschien nog even tussendoor kan stellen aan u, meneer. Steekt u uw hand in het vuur ook voor de andere PVV-kandidaten of kan er weer iets gebeuren? Ja, ik steek mijn hand in het vuur voor alle mensen die actief worden voor de PVV in Groningen. Omdat en die zie ik dagelijks en we zijn bezig met een mooi programma. En ik vind het gewoon doodzonde en hartstikke jammer dat ongenuanceerde berichtgeving mensen onterecht in kwaad daglicht stelt. Die radio-interview, ja, dat vond ik zo barre slecht, Kijk, dat Ton van Kersten, de PVV Groningen, dat hij het zo goed voor mij opnam om mij, die man, te vertellen hoe het eigenlijk wel in elkaar zit en dat hij dan gewoon overbluft, dus overgepraat wordt, dat hij als Ton wat probeerde te vertellen, dat die journalisten gewoon doorheen berabbelden en dan na die tijd achter de coulissen, wat ik dan heb opgevangen van iemand, dat hij dus gewoon zegt van nou, het gaat niet om de waarheid. Het is niet leuk geweest en voor mij ook helemaal geen pretje om dit allemaal te moeten meemaken. En dat je dan 's morgens om 6 uur zelfs leest wat er ook weer geschreven wordt en dat je dan om 9:30 's morgens een bekende Nederlander bent. Nou, dank je de koekoek. Dit hoeft voor mij dus niet. Dit heeft meer kapot gemaakt dan dat er dus voor mij iets goeds gebeurd is. En dat dankzij jaloezie en afgunst van een paar bepaalde personen die dus zelf een partij zijn begonnen in een dorp hier in het noorden. En die bij mij dus gebruikt hebben om een aanval te doen op de PVV. En nou ja, automatisch is onze club daar bij in betrokken. En het is heel raar gelopen allemaal. Die dag ook voor mij heel veel stress, heel veel kapot gemaakt. En dan ook na die tijd gelukkig niet bij de club, want die jongens die weten hoe ik ben. En ook niet bij de PVV zelf, want mijn VOG die was goed. Ik heb geen strafblad, zoals ze dus zeggen, hè, de Outlaw Motor Gang lid. Dat is het ergste wat ik dus heb mogen horen. Dat was voor mij echt heel raar. Dat is, dus je kunt nagaan dat het waarheid eigenlijk helemaal niks te maken heeft met in het hele journalistiek. Qua media van de grote dingen zoals RTV Noord, waar het gesprek ook op was. Nee, ik vond dat heel erg tegenvallen van RTV Noord. Dat zij dus op deze manier echt mensen kapot maken in het kwade daglicht zetten. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Olaf Bok van de redactie Freakrunner Nederland. Goeiedag. Wat kan ik u mee helpen? Jullie hebben net een interview gedaan met iemand van de PVV over een lid van de Black Swan. Ton van Kersteren, ja, de fractievoorzitter van de PVV in de Groningen Provinciale Staten. Dat hebben we om 12:00 uitgezonden. Dat hadden wij live in uitzending, moet ik zeggen. Pardon. Ja. Mijn vraag is, waarom kan die man niet gewoon op een normale manier uitpraten? Oh, is dat het? Omdat dat een politicus die kan. Dat is gewoon de aard van het gesprek. Ik denk dat het wel in evenwicht was. Ik heb het gehoord. Daar mag u anders over denken hoor. Maar een onderwerp als dit, dat leidt wel eens tot een geanimeerd gesprek, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij zijn punt goed heeft kunnen maken. Dus, waarom? Ik krijg namelijk het gevoel op het moment dat hij iets vermeldt wat jullie niet willen horen, dat jullie er over in beginnen te gaan. Nou, hij had al zijn punten een paar keer gemaakt en dan wordt het tijd voor de volgende vraag. En dan moet je er ook tegen kunnen dat je wordt geïnterrumpeerd. Dat is politici denk ik niet helemaal vreemd. Maar heb je niet te vermoeden dat het ook de waarheid is wat die man spreekt? Daar gaan wij niet over de waarheid. Dat is aan de luisteraar om dat te oordelen. Wij stellen kritische vragen. Hij mag daarop antwoorden als hij dat wil. En dat is zijn standpunt en wij vragen daar weer op door. Dat is de rol van de journalist. Dat doen we niet alleen bij de PVV trouwens hoor. Dat doen wij bij iedereen die dat soort functies heeft. Nou, ik vond het best wel grof overkomen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat staat genoteerd. Ik neem het mee. U mag dat vinden. En dat staat genoteerd. Nou ja, wij gaan er natuurlijk ook iets mee doen. En we zullen dat zeker meegenemen. Oké. Okay. Dan wens ik u daar veel succes bij. Ja, wat wilt u dat ik anders zeg? In jullie mening horen en dat neem ik mee. Dat is alles. Oké. Ja? Goed. Ik kan het nog even officieel doen met een woordvoerder. Ik ben maar een eenvoudige bureau-redacteur. Maar als u echt even iemand wil interviewen.
interview voor uw medium, dan is het handig dat ik u even doorverbinnen. Nou, nee, ik heb hier genoeg aan. Ik bedoel, ik heb het opname die jullie gemaakt hebben, die heb ik hier. Ik zit heel diep in de motorwereld en er is bewezen dat de veterans en de Black Sheep absoluut niks te maken hebben met die andere MC-clubs. Eerst gaan jullie een koptekst plaatsen die jullie wel verhandeld hebben, maar die is ooit al geplaatst. Waar ik denk van, waarom plaatsen jullie zo'n naam als het helemaal niet bij deze club hoort? Want de Black Sheep en de veterans staan helemaal buiten de rest. Nou, dan gaan jullie dat aanpassen. Nou, die meneer geeft dat ook aan dat hij daar niet blij mee is. En jullie lullen er gewoon overheen. Nee, wij hebben op een gegeven moment gezegd, want ik heb dat gehoord. Wij hebben gezegd, we hebben dat inmiddels aangepast. En dat kan soms gebeuren, dat had niet gemoeten. Maar ik zeg er wel bij, wij verzinnen dat niet zelf. Dat zijn de officiële autoriteiten die dat anders beweren. En dat hebben we nog even dubbel gecheckt. Of dat ook echt zo is dat ze dat beweren. En dat beweren ze. Dan hebben we het over justitie en politie. Ja, als u daar niet mee eens bent, dan kunnen wij niks aan doen. Wij zijn nou een keer geen justitie en politie. Maar we hebben de kop aangepast, omdat we gezegd hebben van ja, daar heeft die meneer een punt. Dat hebben we ook aangepast. Dat hebben we van tevoren al gedaan. Wij hebben die meneer de kans geboden om met zijn woord te doen. Hij heeft het uitgelegd. Wij hebben een aantal kritische vragen daarover gesteld. En hij heeft zijn verhaal kunnen doen. Nou ja, nee. Op het moment dat hij het wil doen, wordt hij er verhaal overheen geluld. Serieus. Ik heb het spel hier zitten luisteren. Op het moment dat hij zijn verhaal wil doen, maar op punten die jullie niet willen horen, gaan jullie er ook overheen. Ik heb het nou drie keer uitgelegd. Volgens mij wilt u gewoon horen wat u wilt horen. Nou, dat moet u dan. Nee, ik vind het jammer dat jullie niet gewoon aangeven. Ja, dat klopt, dat hebben we gedaan. Dat wil ik eigenlijk horen, want dat is ook de waarheid. We hebben ook gezegd, we hebben de kop aangepast. We hebben het niet over de kop, we hebben het over het gesprek. Over het moment dat die man jullie eigenlijk wil aangeven hoe hij erover denkt, wordt het gewoon verbroken en jullie gaan er gewoon overheen. Nou, dat mag u zo horen. Wij hebben die meneer gewoon duidelijk de kans gegeven om het gesprek in 4,5 minuten geduurd. Hij heeft duidelijk zijn punt kunnen maken. En Ik vind echt dat jullie moeten schamen wat jullie nu gedaan hebben. Oké, okay. Nou, ik wens u veel succes met uw medium en met uw objectieve artikel. En u kunt het vast beter doen dan wij. En dan gaan we daarvan leren. Veel succes. Dat vond ik dus een heel mooie set van jou. Want kijk, dan hoor je het van de andere kant. En achter de coulissen, dan denken ze dus dat ze vrij zijn en gewoon openlijk kunnen praten. Maar dat ze dus in één keer helemaal dichtklappen, terugkrabbelen. En dan gewoon zeggen, ah, het gaat ons niet om de waarheid. Dus, maar wel iemand anders kapot maken. Nou, mijn privéleven, dat is. Kijk, ik ben gedeeltelijk afgekeurd. Ik had gehoopt dat ik dus een zetel zou krijgen in de gemeente. Daar had ik voor 15 uur in de week had ik werk gehad. Dan was ik hier het huis uit geweest voor die paar uren per week. Dan was mijn gezinsomstandigheden waren beter geweest. Het is niet alleen het lichamelijke, maar het geestelijke en nou, op den duur ook het financiële plaatje wat je dus kwijt bent. Want ik had verwacht, nou, je krijgt een baan. Hè, dat is gewoon 15 uur in de week. Helemaal inzetten voor de gemeente Pekela. En doorzetten zoals je graag wil. Iets doen voor de medemens. En dan in één keer krijg je dit, klats, kaboom. Wordt dat allemaal weggevaagd. Zo in een tijd van, nou, pak een beetje 10 minuten. Want dat is dat ik in die krant nodig had om te lezen en te begrijpen wat er aan de hand is. Ik heb het niet bij de stille trom laten zitten. Ik heb, woensdags morgens heb ik gelezen hoe het zat. En wat er om mijn oren kwam en wat er om me af is gekomen. En vrijdag zat ik op het politiebureau om een aanklacht van laster en smart in te dienen. Want tenminste, dat heb ik ingediend. Want ik kan dit niet accepteren zoals het nu gegaan is. Want er is niet alleen een deel van mij, leven kapot gemaakt, maar meer een toekomst eigenlijk. Want er is een heel stuk toekomst is weg voor mij. Nou ja, niet afwachten wat er dus uitkomt, want het OM moet eerst beslissen of het wel eens überhaupt een zaak kan worden. Maar ja, ik heb dus aangifte gedaan tegen een bepaalde persoon. En dat, ik denk dat hij nu al zit te zweten dus.